Hallo allemaal, welkom bij een nieuw filmpje van Sylvia Crea en zo. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe ik deze doorkijkkaart heb gemaakt. En bij deze kaart heb ik gebruik gemaakt van de nieuwe Pansy Petals Suite. Deze suite is te vinden in de nieuwe jaarcatalogus en door klanten te bestellen vanaf 4 mei. Als demonstratrices mochten wij deze al in de pre-order bestellen en ik ben... dat heb ik dus gedaan en ik ben daar meteen voor jullie mee aan de slag gegaan. Het is een ontzettend leuke suite waarbij er een stempelset is. Deze keer in het Nederlands. Met bijpassende stansenset. Het is een hele uitgebreide set, dus dat kan een beetje overweldigend overkomen. Maar als je er eenmaal mee bezig bent, wijst het zich eigenlijk vanzelf. En ik zal jullie gedurende dit filmpje... wat tips en tricks laten zien met betrekking tot het stempelen, maar zeker ook tot het stansen. Want allebei heb ik gebruikt hier op het kaartje. Deze heb ik gestempeld. En ook het viooltje hier. En het grote viooltje en de viooltjes in de knoppen heb ik uitgestanst. In de suite zitten ook deze enorm leuke bijtjes. Deze hebben een platte achterkant en kan je dus overal op je project plakken met behulp bijvoorbeeld van een glue dot. En ook is er in deze suite heel mooi designpapier met allemaal vrolijke gekleurde viooltjes. Waarbij je dus ook ideeën op kan doen hoe je je viooltjes kan stempelen. De ene kant... bevat allemaal leuke afbeeldingen met viooltjes. En de achterkant heeft een wat rustiger patroon. De viooltjes, deze en deze, kunnen ook uitgestanst worden met behulp van de stansen. Dus heb je nou een keer geen zin om uitgebreid te stempelen... dan kun je ze ook heel makkelijk uit het Designer Series Paper stansen. En heb je al heel snel een leuk kaartje. Deze achterkant is met stipjes. Hier weer leuke bloemetjes. En viooltjes uiteraard. Met groene streepjes aan de achterkant. Deze blaadjes zijn ook uit te stansen. Uit het Designer Series Paper. Dus als je helemaal niet wil stempelen. Dan kan je het gewoon uitstansen. Leuke ruitjes. In hele leuke vrolijke kleurtjes. De ruitjes in het lila en in het geel. En deze, de kleurtjes die hier in dit papier gebruikt zijn, zijn vooral de kleurtjes van het, de nieuwe kleurtjes van de inkollers. Zoals Fresh Freesia, Peel Papaya, Soft Succulent. Dit donkergroen is de Evening Green. Dit is denk ik Bumblebee. Het hele lichte groen is Soft Sea Foam. En dan zit er nog in, dat oranje is Calypso Coral. En het donkerpaarse is Blackberry Bliss. Dus zo zie je, ook de inkollers zijn goed vertegenwoordigd in dit Designer Series Paper. Ik heb voor het kaartje gebruik gemaakt van het papier in de kleur Peel Papaya. En ik heb ook Peel Papaya cardstock gebruikt. Daarnaast heb ik Calypso Coral gebruikt als donkere kleur. Ook voor het stempelen van bij de viooltjes. En een beetje Bumblebee om her en der wat gele accenten toe te voegen. Nou, nog wat bling bling erop. En ik had eigenlijk heel snel een leuk kaartje. En ik laat jullie nu zien hoe ik dit kaartje heb gemaakt. Leggen we even alles opzij. Ik ga het kaartje vandaag maken in de nieuwe inkoller Fresh Freesia. En je begint met een stuk cardstock van 11 bij 27 centimeter. En ik laat je zo zien op welke maat je dat moet rillen. Een stuk DSP van 14,5 bij 10,5 centimeter. Die komt straks in het midden erop. En dan gaan we later het rechthoek uitstansen. Dan heb je nog een stuk cardstock nodig om het allemaal aan het eind netjes af te werken. Van 15 bij 11 centimeter. En nog een stuk wit cardstock. En deze heb ik gesneden op 11 bij 14,8. En ik zal je straks laten zien waarom ik die 2 mm eraf heb gehaald. Want dan past het beter tussen de vouwen. Maar dat laat ik jullie straks nog even zien. Dan gaan we nu eerst aan de slag met het rillen van het papier. Hierbij pak ik even onze trimmer, want die heeft ook een reel mesje erin zitten. Zo, even dit aan de kant. Ik ga hem even omdraaien. Dan kunnen jullie het beter zien, denk ik. Even kijken. Nou, volgens mij zit die zo goed in beeld. Dan beginnen we met het rillen op 2 centimeter. En dat doe ik aan deze kant, zodat mijn cardstock meer steun heeft van de bovenrand. Even kijken, 2 centimeter. En rillen doe je met het lichtgrijze rilmesje. En het is niet echt een mesje. Dan draai ik het cardstock om. Dan leg ik hem op 4 centimeter. En op 6 centimeter. En ditzelfde doe ik aan de andere kant van het cardstock. Dus dan leg ik hem hier eerst even op de 2 centimeter. Dan draai ik het cardstock helemaal om. Dan leg ik deze kant op 4 centimeter. En op 6 centimeter. En dan is het rillen alweer klaar. Dan leg ik deze even aan de kant. Dus je hebt nu rillijnen op 2 centimeter, 4 centimeter, 6 centimeter, op 21 centimeter, 23 centimeter en 25 centimeter. En daarop gaan we het stuk, en hier in het midden, in het grote vlak van 15 centimeter, gaan we het stuk DSP plakken wat je hebt gesneden op 10,5 bij 14,5 centimeter. En dat gaan we even goed vastplakken. Dus deze keer niet te zuinig met de lijm. Nou, daar viel iets van mijn camera af. Zo. Niet te zuinig met de lijm, want we gaan in het midden een rechthoek eruit stansen. Dus het DSP moet wel gewoon overal goed vastzitten. Achterkant even goed. Zo. Goed verdelen. En voor het rechthoek heb ik gebruik gemaakt van de Rectangle Stitched Framelets. En dit is een set met allemaal verschillende, tenminste allemaal rechthoeken in verschillende vormen. En daar heb ik van dit stapeltje de derde gebruikt. En dit rechthoek is ongeveer 11,5 bij 8 centimeter. Zo. En die gaan we hier even goed in het midden leggen. En door de stand halen. Zodat die gewoon mooi in het midden zit en uitgestanst kan worden. Ik ga hem daarbij wel even vastplakken. Want ik wil echt niet dat hij verschuift. Zo. Even een beetje kijken dat hij in het midden zit. Dat hij nog wat hoger moet. Zo. Dan zit hij denk ik wel aardig in het midden. Pluk hem ook even aan de andere kant vast. Ik doe de washi tape altijd eventjes op mijn hand een aantal keer plakken. Zodat hij niet al te stevig meer plakt. Dat als hij straks door de stansmachine is geweest, dat ik hem dan ook nog netjes van het DSP afkrijg zonder dat helemaal stuk te scheuren. Dan heb ik in dit geval de grote stansmachine nodig, want anders past mijn rechthoek en mijn papier er niet bij. Zo. Plaat 1 en plaat 2 gebruik ik daarvoor. Een snijplaat. Daarop leg ik het kaartstok met het DSP. De volgende snijplaten overheen. Nou, ik schuif jullie helemaal heen en weer. Even zorgen dat alles recht staat. Sorry voor het wiebelen. Dan ga ik even staan. Dat vind ik net iets makkelijker. Met het stansen. En omdat hij nou en door kartstok moet en door DSP, haal ik hem even een paar keer heen en weer. Zodat ik zeker weet dat hij netjes alles heeft gesneden. Nou, dat kunnen we nu wel even controleren. Of dat hij overal netjes door is. Ja. Dan zetten we deze grote stansmachine even opzij. Eraf. Dit binnenste paneel kan je natuurlijk nog bewaren voor op een ander kaartje. Voorzichtig het washi tape eraf. En dan is het begin van de kaart klaar. Dan kunnen we nu de raillijnen gaan vouwen. Eerst naar boven, dan weer terug. Dus je vouwt hem als een harmonica. En de raillijnen kan je daarbij even met je vouwbeen scherp maken. Nou is de basis van je kaart klaar. En dit is waarom ik hem, het witte stuk 2 mm korter heb gedaan. Ik kan het wel even met het gekleurde kaartstok laten zien. Deze is wel gewoon 15 centimeter. Maar dan gaat hij bobbelen. Dus dan kan je hem niet plat in de envelop doen. Je hebt gewoon net iets meer ruimte nodig door de vouwlijnen. En straks komt het witte gedeelte er zo in. En dan zie je dat hij gewoon glad in een envelop kan. En deze kaart past precies in de standaard maat enveloppen die er zijn. Dus je hoeft er niet een extra grote enveloppen voor te kopen. Je kan het gewoon op deze kaart doen. Gewoon deze kaart past in een gewone envelop. Je hoeft er geen grotere enveloppen voor te kopen. Dat is wat ik wilde zeggen. En dan laat ik jullie nu zien hoe ik het grote viooltje heb uitgestald en wat je daar allemaal voor nodig hebt. Voor het grote viooltje en de knopjes daarboven en alle blaadjes die daar omheen zitten, heb ik de stansen gebruikt. En deze Pansy dies bevatten heel veel kleine onderdeeltjes. Voor de grote viool hebben we deze twee stansjes nodig als de basis, waarbij we dit blad 2 keer uitstansen. We hebben dit randstansje nodig om het donkere randje te maken en zo ook voor bij de kleine blaadjes. Dit rare stansje hebben we nodig om het knopje, het binnenste knopje te maken. Dan hebben we deze nodig voor nog extra binnenin. En deze twee met deze. En dit zijn de blaadjes. En voor het knopje hebben we deze stans nodig met deze twee stansjes. Dus deze laat ik hier even in de buurt liggen. Voor deze dunne randjes, om die op te plakken, kan wel een beetje lastig zijn. Daarom heb ik op verschillende stukjes cardstock aan de achterkant een stukje van de adhesive sheets geplakt. Dit zijn hele dunne velletjes, lijm zeg maar, die je op je, ik heb hier nog, die je op je cardstock plakt. En daardoor word je, en als je het dan hebt uitgesneden, kan je dit witte laagje eraf halen. En dan maak je van je cardstock dus een soort sticker. En daarmee heb ik al die details op elkaar geplakt. En dat scheelt gewoon heel veel gerommel, dat je lijm ertussen uitloopt. En anders, als je dat niet wil gebruiken of niet hebt, kan je het ook met Tombow doen. Of met een fine tip glue pen. Alleen gebruik dan heel weinig lijm, want het loopt er aan alle kanten tussenuit. Dus ik vond echt die adhesive sheets bij dit project echt geweldig. Dus ik heb dat op verschillende kleurtjes zeg maar toegepast. Ik heb wat stukjes wit. Ik heb wat stukjes cardstock in Gorgeous Grape. Ik heb wat cardstock in Fresh Freesia. In het zwart, in Evening Evergreen en Soft Succulent. Dit is voor mijn blaadjes, zeg maar. En ik zie nu dat ik het op het groen heb geplakt, lichtgroen, maar ook op het donkergroen. Want daar ga ik ook deze steeltjes mee uitdoen. En dan is het wel heel fijn dat er op dat hele dunne al gewoon al lijm zit, zodat je ze makkelijk kan plakken. Dus laten we gauw beginnen met het uitstansen van alle onderdelen van de bloem. Ik heb hier nu even mijn mini cut en emboss machine voorbij gepakt. Want voor deze hele kleine stansjes werkt dat gewoon het prettigst. Neem niet zoveel ruimte in beslag op je werkbank. En ik hoop dat ik daarmee ook mijn camera niet omstoot. Net zoals bij de grote daarnet. Ik begin met deze grote uit het wit te stansen. Dit wordt de basis van mijn bloem. Zo. En ik ga dus nu even alle onderdelen uit de verschillende kleuren cardstock snijden. Ik zal dit voor jullie versneld afspelen. Zodat jullie niet mij heel de tijd hoeven te zien draaien in slow motion. Maar dat jullie wel goed kunnen volgen wat ik uit welke kleur heb gestanst. We hebben alles uitgestanst. Ik ga het er even bij pakken. Het zijn een hoop losse onderdelen. En dit is echt een kaart die je op moet bouwen. En ik vind het altijd heerlijk om te doen. Dus we hebben de hoofdbloem, 2 extra blaadjes, nou ja, en wat extra stukjes om hem mee aan te kleden. Dit is in Fresh Freesia, in Gorgeous Grape en Basic White. Dan pak ik even de Gorgeous Grape erbij, want we gaan nog een klein beetje sponsen. Bumblebee. En Fresh Freesia. Pak ik er even bij. Heb ik die nodig? Nee, Fresh Freesia heb ik nu nog niet nodig, dus die doe ik weer dicht. Mijn sponsdobbers er even bij pakken. Dan begin ik met een beetje Bumblebee. En daarmee ga ik het midden van dit hartje een beetje geel maken. Ik zorg ervoor dat het meeste van mijn inkt even van mijn sponsje af is. En ik ga daarmee gewoon een beetje de binnenkant van het bloemetje een beetje kleuren. Zo. En dan pak ik er nog een bij voor de Island. En dat doe ik, of Gorgeous Grape heb ik deze keer gebruikt. En daar doe ik hetzelfde mee. En dan doe ik vanaf het puntje tot ongeveer het midden van het blaadje. Geef ik een beetje extra kleur, zodat je iets meer dimensie krijgt in je bloemblaadje. Het hoeft echt niet veel te zijn. Het is maar net dat het een beetje extra gekleurd is. En hoe donker of hoe licht je het wil, dat is helemaal aan jou. Zo. Laat je even opzij. En dan gaan we de bloem in elkaar zetten. Nou, deze smalle randjes is makkelijk. Want die plakken gewoon op je kaartstok. Je haalt het witte beschermlaagje eraf. En daarmee kan je hem heel makkelijk langs het randje plakken. En nou, zoals je ziet, hij past perfect. Het is even kijken van hoe die precies moet. Maar die zit al. Alle standjes passen perfect op elkaar. En je hebt nu ook geen gedoe dat je lijm overal tussenuit komt en het zit gewoon vast. Hetzelfde met deze. Soms even een repriegel om het beschermfolietje eraf te halen. Langs de kantjes plakken. Aandrukken. En dan gaan deze erop. Zo. Dan doe ik hieronder een klein beetje Tombow. Je zou ook een glue dot kunnen nemen. En een heel klein beetje langs dit kantje. En dan plak je deze twee zo op elkaar. Een beetje overlapt. Vasthouden dat Tombow een beetje kan drogen. En deze plak je dan hier aan de onderkant. Zoek aan weerskanten even een klein laagje lijm. En daar plak je deze overheen. En die kan je zo hoog en zo laag plakken als je zoveel. Nou, dan is de grote viool al bijna klaar. Dan moeten we alleen dit kleine puntje er nog even op plakken. Die hoort hier in het midden. Daar zie je straks niet al te veel van. Ik plakte nog een bling overheen. Maar mocht je die nou niet hebben of niet willen gebruiken, dan maak je hem hiermee helemaal af. Zo, dan kan de bloem even drogen. Dan gaan we verder met de blaadjes. Plak even alles bij elkaar. Even mijn inkt dicht. Zo nog even naar, voordat ik er met mijn armen in hang. Even al deze kleine stukjes eruit. En die plak je dan op de blaadjes. En ik weet niet of het voor jullie goed te zien is, maar ook de blaadjes hebben gewoon door het stansen al mooie, ja, mooie details. Dus die zou je ook zo al op de kaart kunnen verwerken. Misschien een beetje kunnen sponsen als je dat wil. En dan heb je gewoon al een mooi blaadje zonder de extra details er bovenop te plakken. Zo. Maar ik vind dat wel leuk om met al die kleine onderdeeltjes aan de slag te gaan. En ja, alles te gebruiken wat er in zo'n stansenset zit. En zo is het stansen eigenlijk, zoals je ziet, het meeste werk. Het in elkaar zetten van de bloem en van de blaadjes is eigenlijk zo gebeurd. Het past allemaal perfect op elkaar. En in elkaar. Zo. Dan moet dit even aan de kant. Zo, dan zijn de blaadjes klaar. De grote bloem is klaar. En dan gaan we de kleine bloem nog even in elkaar zetten. Ik heb voor de kleine bloem heb ik de steeltjes ook in het donkergroen, in de Evening Evergreen uitgestanst. En dat is omdat ik had het bij een andere demo gezien. En het gaf wel een heel mooi effect als het kopje, zeg maar, van de steel. Als die ook nog wat, daar waar het bloemetje uitkomt, als die ook wat donkerder was. Dat gaf gewoon net even iets meer dimensie. Dus vandaar dat ik die gewoon nog even extra heb uitgestanst. Daar knip ik gewoon het steeltje af. En die kan je dan hier bovenop plakken. Dus dat gaan we even doen. Ook hier zit weer van dat adhesive sheet achter. Dus ze makkelijk op elkaar te plakken. Zo. Dat is alvast één. Je kan het uiteraard gewoon alleen in één kleur uitstansen. Maar ik laat je in dit filmpje gewoon even wat mogelijkheden zien. En daarbij kan je het zelfs zo uitgebreid maken als dat je het zelf wil. Zo. En de laatste. Nou, heb ik één roemlaadje te veel, dus die leg ik even opzij. Zo. Dan gaan we ook deze nog van een klein beetje kleur voorzien, zodat het net even iets meer diepte geeft. Dus we pakken de Bumblebee er weer bij en de Gorgeous Grape. Een extra blaadje. Zo. Dan kan de inkt weer even dicht. Die hebben we straks nog even nodig. Zo. Nou, ook hier heb ik weer wat adhesive sheet achtergeplakt. En door de... nou ja, het knopje iets verder of iets minder ver uit de bloem te laten komen, kan je dus nou ja, ook wel een beetje spelen met hoe ver het knopje al uit is of niet. Dus het ene knopje zal wat verder uit zijn dan het andere. Dus speel daar gewoon mee. Ik zal deze wat verder in doen. Die is nog niet zo ver uit. Nou, kom op. En die plak ik zo in elkaar als ik ze op de kaart ga plakken. Deze kunnen we nog even opzij. Dan pak je je kaart erbij. En het witte panel. En voordat ik hem in elkaar plak, leg ik hem gewoon even zo neer. Dan kijk ik waar ik zo'n beetje mijn bloem wil hebben. Iets verder naar beneden. Kunnen de knopjes er nog boven. En dan pak ik even een dimensional. Plak ik aan de achterkant. Dan kan ik zo de blaadjes er makkelijk onder steken. En zo. En voordat ik nu verder ga om de blaadjes en dergelijke erbij te plakken, ga ik even hier de tekst stempelen. Maar dan heb ik in ieder geval een beetje een idee waar dat moet. De tekst zal ik stempelen in Fresh Freesia. kleur ook van de kaart. En ik ga nu voor, ik wilde even laten weten dat ik aan je denk. Zo. Even een beetje rechtop plakken. Omdat hij goed stempelt. Ja. Nou, die doe ik dan een beetje in het. Wat zullen we ermee doen? Die stempel ik hier. Helemaal goed. Dan kan ik daar, net zoals bij de voorbeeldkaart, nog iets onder plakken. We nu beginnen om de blaadjes eronder te plakken. Als ik maar één dimensional onder had gedaan, heb je alle ruimte om de blaadjes onder te plakken. Hier had ik geen onder, dus ik plak deze gewoon even zo daar waar ik de knopjes wil hebben. En die wil ik er een beetje overheen, dus dan eerst even het kroontje erop plakken. Ik vind het altijd een heel rustgevend werkje. Er zijn mensen die worden er helemaal kriegelig van al dat gepriegel. Maar dat heb ik niet. Ik vind het altijd erg leuk om te zien hoe dan zo'n kaart helemaal opgebouwd wordt met al die kleine elementjes. Kan deze alvast in de kaart geplakt worden. Want het andere bloemetje moeten we zo nog even stempelen. Maar die kunnen we er daarna nou wel even tussen plakken. Dus ik doe hier gewoon wat lijm op. Dan leg ik het kaartje tegen de vouwlijn aan. Of bijna tegen de vouwlijn aan. Wel zorgen dat boven en beneden gelijk is. Dan kan je hem dicht plakken. En hetzelfde doen we aan de andere kant. Dan vouw ik de kaart dicht. Helemaal plat. Dan doe ik aan deze kant ook weer een beetje Tombow op. weet ik zeker dat de kaart plat opgevouwen kan worden. Zo, en om dit nu mooi af te werken heb ik er nog een extra stuk kaartstak gesneden. En die plakken we op de achterkant. Dat geeft ook gelijk het kaartje nog meer stabiliteit. En zo is de achterkant ook mooi weggewerkt. Omdat het een licht kaartstok is, kan je hier wat op schrijven. Je zou er eventueel ook nog een stuk wit kaartstok op kunnen plakken. Of gewoon papier waar je een, je tekst op schrijft. Maar omdat het licht kaartstok is, kan je het er ook doen. En zo is het, zijn we al heel eind bij het, met het kaartje. Hier wil ik straks nog... Ik zie dat ik de tekst niet helemaal recht heb gestempeld. Maar goed, het blijft handwerk. Dan wil ik hieronder nog een kleine viool plakken. Hierboven nog een grote gestempeld. En dan is hij bijna klaar. Ik ga even de spullen erbij pakken om te stempelen. En dan laat ik jullie even zien hoe dat in zijn werk gaat. Voor het stempelen heb ik alvast de stempels even klaargezet. En we gaan stempelen met kleuren Soft Succulent, Evening Evergreen, en dit is voor de blaadjes zometeen. Fresh Freesia, Gorgeous Grape en Bumblebee voor de twee viooltjes die we gaan stempelen. Dus die gaan we eerst even openmaken. Fresh Freesia, Gorgeous Grape en Bumblebee. Dan zet ik even aan de zijkant neer. En we hebben Memento nodig. Zo. Ik pak even mijn stempelmatje erbij. En een stukje Basic White waar we op gaan stempelen. Heel veel beginnen met de solide achtergrond, zeg maar, van de stempel. Maar ik vind het fijn om met het gedetailleerde stempel te stempelen. Want soms... die stempel je namelijk in de donkerste inkt. En soms is de lichte inkt zo licht dat ik niet kan zien waar ik heb gestempeld. Dus vandaar dat ik eigenlijk met de donkere stempel begin. En even mijn stempelmatje onderleg. Omdat het om een fotopolymeerstempel gaat. En als het dan wat grotere vlakken met inkt zijn, vind ik het wel prettig om die eronder te leggen. Zodat ik een betere afdruk krijg. Zo. Dus die heb ik gestempeld in de Gorgeous Grape. Dan ga ik de opvulling doen in Fresh Freesia. Ja, het voordeel is dat je nu goed kan zien waar je moet stempelen. Hoe je je stempel op moet lijnen. Omdat je er doorheen kan kijken. Zo, en hier hebben we de basis van de bloem. Dan ga ik het volgende gedeelte in Bumblebee stempelen. Maar die stempel ik wel af, want anders is het enorm fel. Zo. En zo krijgt de bloem steeds meer dimensie. En dan doe ik de binnenkant met Gorgeous Grape. Nog een keer stempelen. Zo. En dan het kleine hartje. Dit is een heel klein, echt maar een heel klein inimini stempeltje. Dus voorzichtig dat je die niet kwijtraakt. En die ziet eruit als een soort van druppeltje. Waarbij je hem met de druppel uit het puntje omhoog stempelt. En dat is het hart van de bloem. Nou, en zo hebben we alvast één viool gestempeld. Dan pak ik even de andere stempeltjes erbij. Maak ik deze even schoon, want dan kan ik die stempelblokken weer gebruiken. Want ik heb niet voor iedere stempel op dit moment al een stempelblok. Dus die maken we even schoon. Die heb ik zo nog nodig. Deze kan ook schoongemaakt worden. En daar kan deze dan op. En zo. Dan plakken we die even daarbij. En zo. En voor de kleine viool doen we hetzelfde. Starten we met Gorgeous Grape. Even mijn cards opdraaien, want er zit daar een vlek. En zo. Dan weer Fresh Freesia. Even kijken hoe die hoort. En zo. Ik hoop niet dat ik met mijn hoofd al te veel in beeld zat. Ik moest even goed kijken waar ik moest stempelen. Dan deze weer in de Gorgeous Grape. Zo. En dan doen we het hartje weer in het zwart. Zo. Deze kunnen we zo uitstansen met stansen. En dan maak ik nog even wat stempels schoon. Zodat ik de blaadjes kan gaan stempelen. Zonder dat ik helemaal onder de inkt zit. En dan pakken we deze een beetje aan het zijkantje en zo. Deze kleurtjes even op, want die hebben we niet nodig. En dan gaan we de blaadjes stempelen in Soft Succulent en in Evening Evergreen. Een beetje aan het namen wennen. En deze doe ik wel het lichte gedeelte eerst. Het donkere gedeelte. En die stempel ik even af, omdat ik hem anders wel heel donker vind. Zo. Dan kunnen we ook deze even uit het zand. Zo, dan pakken we de kaart er weer bij. zijn alle onderdelen uitgestanst. Dan plak ik deze met wat Tombow hier beneden in het hoekje. Een beetje op te vullen. Hier doe ik een heel klein beetje Tombow op. Ik weet dat alleen de... Zo. En dan druk ik die een beetje naar beneden over de kaart heen laat hangen. Niet te ver uit laat steken, want anders dan past ze niet meer in de envelop. En dan steken we de blaadjes er nog even onder. Zo. En dan is dat hoekje ook weer opgevuld. Dan pak ik er nog even wat van de Gilded Gems bij. Die vond ik er wel ontzettend leuk bij passen. Deze in het midden en dan wat kleintjes op de andere viooltjes. Zo. En dan pak ik even een gloedotje. Zo. Die was ik namelijk helemaal vergeten erbij te leggen. En die plak ik hier beneden. En daar plak ik natuurlijk zo'n mooie Bumblebee trinket op, die bij de suite hoort, om het helemaal af te maken. Hopsa. Kijk, en deze hebben een mooie vlakke achterkant, zodat ze goed te bevestigen zijn. En zo heb je een kaartje wat met heel veel aandacht en liefde is gemaakt. Even mijn spullen een beetje opruimen. En dan zal ik het andere kaartje ook even laten zien. En zo heb je twee leuke kaartjes. Eentje gemaakt in Fresh Freesia. En die andere in Peel Papaya. Ik hoop dat jullie dit een leuk filmpje vonden. Geef dan een duimpje omhoog. Mocht je vragen hebben naar aanleiding van dit filmpje of van andere filmpjes die je van me hebt gezien, kun je me altijd even een mailtje sturen. Het e-mailadres staat in de beschrijving hieronder. En nou ja, ben je net zo weg van deze set als ik, dan wil ik met liefde de bestelling voor je verzorgen. Vanaf 4 mei is deze leuke set te bestellen. En dan... zorg ik dat die zo snel mogelijk naar je toe gestuurd wordt. En wil je nou niets meer van me missen, abonneer je dan op de knop hieronder. En dan krijg je als eerste een berichtje zodra er weer een nieuw filmpje geplaatst is. En ik hoop jullie snel weer te zien. Tot ziens!